Hallo YouTube en welkom bij nog een tutorial van hoe je mods moet downloaden. Vandaag gaan we het hebben over de Rai Minimap mod. Maar het eerste dat je natuurlijk weer nodig hebt is WinRAR. Als je dat nog niet hebt, kan je het op deze site downloaden voor 64-bit, deze voor 32-bit. De links staan in de descriptions. Als je dat hebt gedaan, dan staat er ook nog een link in de descriptions voor de Rise Minimap mod voor 1.2.5. Dan, als je op deze site bent, ga je naar beneden. Er staan ook nog wat video's die je kunnen helpen van uitleg van Rise Minimap mod. Als je naar beneden bent, dan kan je het hier downloaden. Hier staat ook nog een kleine uitleg wat je moet doen. Als je dat hebt gedaan, staat er weer ook een link in de description van modloaden. Dat heb je nodig, want anders werkt de mod niet. Als je daar bent, moet je naar beneden gaan. En dan kan je hier de modloader 1.2.5 downloaden van een van deze sites. Als je dat hebt gedaan, dan open je Minecraft. Ga je in de game. Dan ga je naar texture packs. Als je daar bent, dan open je texture pack folder. Als je dat hebt gedaan, sluit je Minecraft weer. Wat ik dan moet doen, is dit weghalen en op enter klikken. Dan kom je bij de punt Minecraft folder. Dan kan je op bin klikken en dan moet je de Minecraft jar openen met WinRAR. Als je dat hebt gedaan, kan je de bin sluiten. Dan is het eerste wat je hier moet doen, is de meta-inf verwijderen. Want anders werkt de mod niet. Als je dat hebt gedaan, dan open je je modloader. En dan haal je al je class folders op deze class folders. Want als je het op een map doet, dan heb je kans dat het erin gaat. Heb je het verpest, dan kan je het overnieuw gaan doen. Dus daarom zorg je echt voor dat het hier opkomt. Als je dat hebt gedaan, dan kan je de modloader sluiten. Dan open je de Rai Minimap mod. En dan haal je deze folders weer allemaal op de class folder, zodat het niet hierin gaat. Als je dat hebt gedaan, dan ben je klaar. Bedankt voor het kijken. En veel succes met de mod. Doei!